Nederland is gewoon te klein voor 3 bestuurslagen. Het is gewoon te druk bestuurlijk. Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries is het zat. Hij ziet de provincie het liefst verdwijnen. Je kunt een deel van de taken kun je aan de gemeente geven. Een deel van de taken kun je aan het Rijk geven. Een deel van de taken kan in agentschappen. Net zo goed als je een inspectie voor het onderwijs hebt. Kun je ook een heleboel van die taken die de provincie nu doet in een agentschap stoppen. Krijgen we er dan niet weer een soort van mini-bestuurtje bij? Dat is geen bestuur. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van hetzij gemeenten, hetzij het Rijk. En die voeren dan de taken uit, zoals de provincies nu ook taken uitvoeren. Het zijn allemaal technische taken. Het gaat om milieu, het gaat om natuur, het gaat over wegen. Puur technisch, daar zit eigenlijk niet zoveel politieks aan waar je over kunt verschillen van mening. En er zijn maar heel weinig taken meer waar de provincie de optimale bestuurslaag voor is. Noord-Hollanders zijn niet gelijkgestemd over het lot van de provincie. Nee, ik denk dat ze toch wel een beetje invloed hebben voor de provincie zomaar. Dat ze dingen kunnen regelen en dat dingen blijven voor de provincie. Dus dat moet niet weg, in ieder geval. Als het kostenbesparend zou kunnen zijn en dat we er bestuurlijk allemaal op vooruit gaan en dat het allemaal eenvoudiger wordt. Prima idee. Extra bestuurslagen tussenuit, hartstikke goed. Het zit mij niet in de weg als ze er niet meer zijn. Het is een bestuursorgaan wat overal tussen zit en zich over soms wel met dingen bemoeit en vaak ook weer niet. Al eerder werden er taken overgeheveld van de provincie naar de gemeente, zoals de jeugdzorg. Dat was volgens velen niet bepaald een groot succes. Natuurlijk krijg je aanloopproblemen, transitieproblemen, uiteraard. Maar je mag toch verwachten dat dat na een paar jaar beter wordt. Ook vindt hij dat het provinciale bestuur geen goede argumenten geeft waarom ze niet zouden kunnen verdwijnen. Nou, wat ze zelf zeggen is dat ze een provinciale identiteit hebben. Maar ik zie die nergens meer. Je hebt West-Friesland, je hebt de kop van Noord-Holland, je hebt Amsterdam, je hebt het Gooi. Geheel verschillende gebieden die nauwelijks enige gemeenschappelijke identiteit hebben. Het gebouw bestaat nog, het instituut bestaat nog, maar eigenlijk is het einde van de provincie. Dat zou aangebroken moeten zijn.